Oké, het is even een klim om op de Zuidtribune van Helmond Sport te komen. Zo, en dit is de plek waar er dan voetbal gekeken wordt? Ja, dat klopt. Hoe vaak staan er hier mensen op het dak naar Helmond Sport te kijken? Een hele rij, denk ik, of in ieder geval dagelijks, iedere wedstrijd. De vraag is dus, hoe lang nog? Al jaren wordt er gepraat en nog eens gepraat. Bijna 10 jaar al. Nou ja, door alle jaren heen met praten hebben we met elkaar besloten om hier voorlopig geen onderhoud meer te plegen aan dit stadion. En dat kan ik wel een beetje zien. Moeten we dat gaan inhalen? Ja, dan zijn we 100.000 euro's verder om weer alles op te knappen. En dat net nu de club de weg omhoog heeft gevonden en zelfs nog kans maakt op de titel in de eerste divisie. Na het wegvallen van Veendam, RBC, AGOVV zitten wij bij de 3-4 clubs die echt het lelijkste eentje van de klas zijn. Laat staan, als we promoveren, ja, dan gaan we echt het lachertje van de divisie worden. Het zou geweldig zijn als we promoveren. En van de andere kant zit het natuurlijk wel met alle risico's die eraan kleven, zeg maar. De moeilijke wedstrijden die gaan volgen, de vluchtwegen die aangepast moeten worden. Want kunnen hier eredivisie wedstrijden gespeeld worden? Die zullen hier wel gespeeld kunnen worden, waarom niet? Maar het is bekend dat er per jaar 3 risicowedstrijden zijn, waarvan grote vraagtekens bijgezet worden of die hier gespeeld kunnen worden. Hier achter mij is de ingang voor het uitvak. Eigenlijk bijna dezelfde weg die onze sponsoren moeten afleggen om hier te komen. En onze eigen thuissupporters. Dus je krijgt hier een enorme druk op het hele verhaal, het stadion, omdat er maar 1 ontsluitingsweg is. Voor de bewoners van de Bakelse dijk mag de beslissing met promotie in het vooruitzicht nog wel even duren. En ja, een plekje op de Zuidtribune staat nog te koop.